Ja! Is dit een box? Hey guys! Zo, jullie zijn echt. Dit gaan we nog een keertje doen. Hey guys! Hey! Ik ben hier vandaag met Saske en met Alwin van Vet Gezellig. We gaan vandaag een video maken. En dat is namelijk de Play-Doh Challenge. Er gaan steeds twee mensen gaan dingen kleien. En dan moet de derde moet raden wat ze hebben gekleid. En het zijn allemaal dieren die we gaan kleien. Dus we hebben hier allemaal briefjes. Dan moet je dus eentje pakken. Dus de twee pakken gewoon een briefje. En wat erop staat, dan moeten we gaan kleien. En dan moet degene die niet in beeld is raden wat het is. Dus ja, we gaan het gewoon doen. Dit wordt echt super leuk. Alwin gaat raden als eerste. Zullen we de bakjes openmaken? Want anders dan is het echt... Kijk hoe moeilijk die dingetjes eraf gaan. Oh, want ik heb dus niet verteld. We hebben voor elke keer maar 30 seconden om te kleien. En dat is echt bizar weinig. Dus we gaan allebei het eerste briefje pakken. Ik vind het echt heel spannend. Ik vind het ook heel spannend. Toch? Okay. 1, 2, 3 en start. Ik krijg het er niet uit. 30 seconden is zo weinig. Oh nee, dit is... Okay. Stoppen. Oh, je bent baas. Okay, Alwin. Je mag raden. Wat is dat? Dat is een varken? Yes! Yes! Dat is een antilope? Ja, ik weet wat het is, want het komt natuurlijk uit mijn bakkie. Je weet het wel. Een zebra. Okay, zullen we onthullen wat het is? Een duizendpoot. Wat? Is dat een duizendpoot? Ja, wat een kut op die hier. 3, 2, 1, go! Ik heb nog geen gevoel hoe lang dit duurt. Nou, ongeveer nog 5 seconden. Stop! What the hell? Sidderaal! Oh. Paling! Dit is een olifant! Yes! Okay, 3, 2, 1, go! Ach, ik ben echt bang voor Alwin dat hij me echt in mijn hoofd slaat of zo. Ik moet geen oranje shit. Oh, jawel, toch wel. Maar eigenlijk best wel relaxed. Ja, jij hebt wel 3 punten. Stop. Ja, nee, ja, maar dit kan helemaal niet. Je ziet echt compleet niet wat dit is. Okay, Sas? Varken. Ja. Het maakt niet uit, je weet het toch niet. Je weet het gewoon niet. Want ik had niet genoeg tijd. Ik kan er niets uit halen. Ik had niet genoeg tijd voor een bepaalde feature. Ik zag een vogelbuik hier. Ja, ik weet niet wat het is. Ik zeg het is een tijger. Oh, het is een tijger! Ja, dat steven moeten maken. Ja, maar die heb ik dus nog niet. Daar heb ik nog niet de tijd voor gehad. Ja, ik weet nu al dat Teske allemaal rotdieren heeft verzonnen. Echt. Ik heb misschien wel vrij moeilijke dieren. Oh mijn god, ik heb eentje die is zo moeilijk. Ik hoop dat je hem pakt. En start. Hoe moet ik dit nou maken? Nee, dan krijg ik natuurlijk die fucking Play-Doh er niet uit. Geef hem me. Geef me. Nou, ik krijg hem er niet uit. Oh, dit is echt... Is het afgelopen? Oh. Stop! Ja, best goed. Ja, maar ga ik het raden? Nee. Je moet goed kijken. Dat is een walvis. Nee, het is geen walvis. Een padvis? Nee. Je moet goed kijken. Kobaan of zo? Je moet goed naar alle aspecten kijken van het dier. Nee, ik weet het echt niet. Nee, weet je het niet? Nee, en van mij ook niet. Ja, een walvis? Ja, dat zei het ook al. Een haai! Dat was het inderdaad, maar je krijgt geen punt. Wat voor een haai? Maar het is een hamerhaai. Het werd een aap, maar ik had niet genoeg tijd. Een aap? Je had er nog een banaantje bij moeten maken. Mattie. Een banaan? Mattie, dat is mag dat? Aap. Mag je met meer kleuren natuurlijk doen? Natuurlijk. Als je tijd over hebt. Go. Wel echt veel concentratie gaande hier. Ja, echt hoor. Dit wordt echt helemaal niks voor mij. Yes. Stop. Je gaat het raden van ons allemaal. Van Saske is een schildpad. Yes! En van Alwin is een paddenstoel. Ja, sorry, maar hier kan ik echt niks van maken hoor. Lieve heerfeestje. Oh, ja, tuurlijk! Saske gaat winnen, denk ik. Oh mijn god, what Alwin, the fuck, hoe jongen. Deze kunnen bedenken. Get set, kies je color, start. What the hell? Je kan er geen twee pakken. Dat is echt gemeen. Top. Oh. Waarom pakt hij je bruin? Je hebt geen eens bruin nodig. Nee, ik dacht eerst bruin. Ik had bruin nodig. Het is allebei echt zo een eend. En die van mij? Een beer? Die rechtop staat? Dus een vogelbekdier? Oh, die heb ik net geraden! Perry, het vogelbekdier? Dat is een stokstaartje. En start. Oh mijn god.
Ik heb echt struggles met die. Oh, zo moeilijk. Best lang nog. Stop! Oh. Wow, het lijkt een beetje op elkaar wat we hebben gemaakt. Oh, wow! Schildpad. Schildpad heeft niet zo lang een nek. Gaat nog een keer. Ja, maar het is te groen. Moet daar niet ja, maar je moet eigenlijk niet zo naar de kleur kijken, nee. Ja, dat is echt gewoon zo hard verliezen, omdat jij niet kan raden. Wat zei ik je? Kameel. Kameel. Is het een dinosaurus dan of zo? Ja! Is het een dinosaurus? Box! Auw. Oké, pak een briefje. Alwin wil echt stevig door. Gewoon. Ja, wat ik ook. Hij wil gewoon kleien. Ik vind dat echt heel vervelend zo. Ja. Ik ga toch alweer. Yes. Sterk. Hey, ik kom altijd. Nee, want ik moet die kleur. Nee. Ik denk dat we hetzelfde hebben. Ja, dat weet ik wel zeker. Over de helft van de tijd. Huh? Oh! Slang, krokodil. Krokodil? Nelbaard! Nee, wacht, maar was je mijn... Was ja. Dat was krokodil? Ja, krokodil. Slang. Ook krokodil. Maar dat is kleiner, omdat ik niet... Maar dit lijkt er wel op. Ja, je hebt hem wel een mooi 3D gemaakt. Ja. Go. Ja hoor. Nee, ben ik. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik dit moet gaan maken. Oh. Nou, dit ga je nooit... Pingwing. Serieus? Ja, het is een pingwing. Niet van mij, potje. Wat is dit? Ik heb geen idee. Een hoopje stront. Een nier? Nee. Een zilvervisje. Oh, een zilvervisje wilde ik ook nog opschrijven, maar die ziet er niet zo uit. Ik weet niet, hoe ziet die eruit? Jezus. Start. Oké, ik heb geen kleur. Ik heb geen kleur. Oh, dit is zo zenuwslopend. Stop. Oh, jij bruin, ik zag bruin. Als je het door hebt, dan snap je het. Dat is een konijn, denk ik. Een konijn? Huh? Niet? Oh, dat is een bij of een wesp of zoiets. Ja, ik hommel? Denk, ik vind dat je hem al goed mag rekenen. Wat dan? Het is een vlieg. Een vlieg? Ik snap wel waarom je konijn dacht in het begin. Denk even goed na. Zeg maar... Ik snap er echt een kut van. Sorry, nee, ik weet niet wat het is. Het is een egel. Dit zijn stekels. Het zit niet eens in een egelvorm. Jammer, oké. Jammer, ik kom maar 30 seconden. Ja, hallo. Go. Jullie willen zo graag winnen allebei. Stop! Je weet het. What the hell? Wat is... Ja, dat van Alwin is een giraf. Bah. Maar wat is dat van Saskia dan? Ik heb echt zo van, het is iets vliegends, maar met een staart. Oh, ik weet het al, het is een libelle. Ah. Oh, een muis. Ah, vliegende muis! Ja, mug, maar dat was wel echt een te duidelijke hint. En als Alwin nu wint, dan heeft het better be playing good. Start! Mijn god, Alwin! Waar is die rood? Waar is rood? Ja, waar is rood? 3, 2, 1. Stop! Best duidelijk. Ja, toch. Liefde. Oh, ik snap hem. Ja, ik weet al wat het is. Je houdt van hem. Is het een duif? Ja. Maar hoe dan? Hoofd, snavel. Ja. Oh, je hield hem zo. Ja, je hield hem wel zo, ja. Wat is dit? Alwin heeft gewonnen, jongens. Nou, oké. Okay, nou, we hebben een duidelijke winnaar. Dat is Alwin Ritstier, de kunstenaar van de groep. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Check ook even het kanaal van Pet Gezellig. Ze hebben vandaag weer een nieuwe weekvlog online. En wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Hartjes! Hartjes. Doei doei!